Ja, man. Ja. Yo, mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We zijn vandaag gewoon lekker bekend terrein. Op de straten zijn we. Ziek tas. We zullen even laten zien, want zoals jullie weten, oud en nieuw, vuurwerk, verboden, moeilijk. Mag niks. We mogen eigenlijk helemaal niks meer, maar categorieën vuurwerk mag nog wel. En aangezien de vuurwerkprotesten zijn, gaan wij ook wel even protesteren op deze manier. We zullen zeggen, jongens, niets is wat het lijkt met dit categorie 1 vuurwerk. Gewoon categorie 1 vuurwerk van Aldi en zo, hè? Ja, we zullen even de camera erbij pakken. Kap 1 is kap 1, hè? Want we hebben hier echt zieke tas. Heel wat categorie 1 vuurwerk mee. Echt zieke tas. En ook een klein tasje. We hebben Knetter Kings, knetterballen, Rambo's, hotelbotels, blinkers zitten erin, strombolies, knetterkegels, flesjes. We hebben echt superveel mee. Maar we verrassen jullie alvast dit vuurwerk, dit katkeen vuurwerk. Daar gaan we veel plezier mee hebben, want dit... Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat het leuk vuur tussen zit wel. Ik denk dat jullie deze video heel erg leuk gaan vinden. Doe alvast een blauw duimpje omhoog en we gaan gewoon lekker stoken. Wordt gek huis, denk ik. Ik hoop het. We gaan lekker knallen, zullen we maar zeggen, denk ik. Hij weet dat ik film. We beginnen met een Knetter King. En we steken vandaag allebei af met de Stix plasma's aansteken. Of in ieder geval die staafjes van jou, Tech. Ik vind dit de fijnste sowieso. Ziek staaf. Ja, hij is volgens mij handig. Je kan hem lekker erin prikken. Dus als je er ook zo eentje wil, of viscolont of rookbommen, die gaan we zo ook nog afsteken. Linkje in de beschrijving. Kijk, prik. Nou. Dat is wel een lekker vuurwerk hoor. En dan hebben we er nog één. Zoals wij zeiden, we beginnen goed. Niets is wat het lijkt. Dus zo ook niet. Deze doodnormale Knetter King. Hoe kan dit toch? Echt spullen van Aldi dit. Het ontploft! Ze zijn gewoon allebei weg. Nou. Wat vind je hier nou van? Ja, soms van die fluitdingen die knallen wel eens. Ook van die luchthuiders, zeg maar. Die knallen ook wel eens. Maar ja. Ik heb ook van mijntjes die klappen ook wel eens. Maar ja, deze van mijntjes klappen blijven ook in één keer. Dat is gek. Niets is wat het lijkt in de pyro-wereld, jongens. We gaan gewoon door. Knetterballetje. Hoe kan dit nou allemaal? Wat wil jij daar allemaal? Ik doe nog wel een groundbloem flower. Zou die ook knallen? Nee, zeker. Alles knalt vandaag in één keer, jongens. Dus jullie hebben geluk. Is gewoon normale knetterballen. Ja, gewoon normale knetterballen. Gewoon normale knetterballen, gewoon met flits. Gewoon met. Nee, gewoon normaal. Oh, die gaat open. Anders handig. We gaan ze ook nog wel lekker projectjes maken. Hé? We hebben de Rambo, een echte Rambo, en dan hebben we zo'n ding van Aldi, ja. Doe eens deze, even afzeken. Afzuigen. Dan gaan ze ook nog even lekker doorlopen. Is best wel goed op zich. En die van de Aldi. Uit. Perfect. Perfect. Uit. Veilig spul. Alles goed. Knetter kegeltje. Ik heb er nog een lekker hoor. En wat is dat nou weer? Ja, dat is die kapotte knetterbal. Moet je wel mee oppassen hoor. Oké. Knetterkegel. Knetterkegeltjes. Al hard je knetterkegels wel. Dat is heel goed, jongen. Vroeger waren ze wel harder, maar... Ja, dat wel. Nou, echt goed uit. Kan eentje langer doorgaan dan de andere. We hebben nog meer zieke tas. We pakken knetterballetjes voor je. Knetterbal. Knetterbal. Die houden nou niet van een goede knetterbal. Ja, dinosaura. Hey. Dat is wel leuk man, ik weet niet waarom we zo apart doen, maar... Het is een goede knetterbal van nu. Even twee gooien of zo.
Hier, perfect. Dat mag ik net ballen. Wat spul hoor. Nou ja, dat uit. Oud en gevecht. Zullen we een stukje doorlopen? Yes. Daar ben je, Mimi. Dan pak ik net de ballen, omdat ze zo leuk zijn. Ik ga al een paar gooien hier. Ah, zo'n goede knetterballen. Ja. Ze ploffen een beetje uit elkaar. Ja, ze ploffen. Ik wil zeggen, ja. Ja, mooi. Hier een luchthuilers. Wie kent ze niet? Lufthaula. 1, 2, Luftpost 5. Nou, dat zijn hele mooie luchthaula's. Ja, we kennen ook pielekrekken. Oh, pielekrekken. Wie kent ze nou ook knetter. Niet? Al dat leuke pielekrekken. Knetter, knetter. Hey. Ja, goed. Ze doen goed vandaag de vuurwerkjes. Dit is een leuke categorie vuurwerk, jongens. Ja. Hiermee kunnen we op auto niet wel lekker te stoken. Ja, ja, precies. Net King. Net King. Ja, die ligt mooi. Dat is een groetje, hoor. Dat is een leuk spel. Ja, moeten ze meer van inslaan met de Aldi. Goed. Kijk eens in het water iets doen. In die water. Ik denk dat hij uitgaat, man. Echt slecht lont wel. Ah, nee. Oh, heel zachtjes. Plop. Zo, maar gaan we goed. Mooi speel. Een fonteintje. Collarkaskade. Collarkaskade, nooit van gehoord. Alleen een klik color bang. Oh ja. Wow. Dat is wel mooi. Simpel, maar effectief. Mooi spul. Knetterking! Het is toch goed die knetterkings. Toch een leuk spul. Kijk er nog eens één af. Dat kan beter, hè? Knetterking. Knetterknetter. Knetterkings. Knetterkings. Zijn dat goed die dingen? Goed spul. Zo, die knalde hard. Goed. Goeie knetterkings. Hoe dan? Wil je hem maar even nog aftekenen? Mooi spul, man. Gooi nog een paar dan. Stook 6 knetterkings. Ziet het toch echt, hè? Hey! Ik kan maar even doorlopen, jongens! Een mooi spel! Dat is goed. Nou, lekker aan het lopen gewoon, lekker alsof het oud en nieuw is. Zeker als het niet meer weer. Ah, mag jij? Ja, het is heerlijk, dit is perfect oud en nieuw weer, jongens. Oh. Zet jij maar eens even wat af. Nou, zo, knetterbal afsteken weer. Knetterbal, knetterlin zie ik. Ah ja, dat kan je natuurlijk voor elkaar. Ja, handig dat ding allemaal open gaan, die nieuwe. Ik had nog de oude knetterballen net. Paniek. Ja, het is minimaal, hè? Zou ik even in? Ja, nou, gewoon afsteken. Komt de vrouw gelijk kijken, maar ja, weet je wat willen ze doen? Bel de Wouter maar. Nou, de aansteker wil even niet werken erin. Ik pak even de andere aansteker. Deze. Deze is natuurlijk perfect. Ja, dat knip ik allemaal mooi uit, want die aanstekers werken wel weer met jou tegen. Ja, ze werken wel. Maar nee, de andere is een beetje leeg. Ja. Maar ik knip ik wel uit. Ik ga deze ook niet iets gek doen. Oh, zo is dat door. Oh, is zo. Die knetterballen zijn echt raar, jongen.
Ik weet niet waarom dit gebeurt, jongens. Misschien omdat er een vuurwerkverbod is dat deze net de ballen denk ik dit doen, of niet dan, Mike? Ja, ik denk het ook. Zal het ja. ermee te maken hebben dat, ja. dat het categorie 1 vuurwerk nu van zichzelf agressiever wordt of zo? Dat zou zomaar kunnen. Dat het boos is. Ik denk dat de categorie 1 vuurwerk boos is, joh. Dat zou leuk zijn. En mogen geen rotjes meer hebben natuurlijk in dingen. Uit. Uit. Hij rolt helemaal weg daar. Sommigen doen dan heel normaal. Jeetje. Sommigen zijn hard. Ja, bizar. Ik kan maar een stuk doorlopen, hè. Hohoho, mooi ploffend. En we zijn weer onderweg naar een nieuwe locatie. Nieuwe locatie om te gaan. Knallen. Onder de weg. Ja, we gaan onder de weg knallen. Nou ja, knallen. Knetteren ze door maar zeggen natuurlijk. Want Katrin 1 vuurwerk is natuurlijk maar... Zag maar niet in deze video. In deze video is niks wat het lijkt, jongens. Vuurwerk protest all the way. We hebben hier een... wel echt een dik viaduct, jongens. Dit wordt de place to be. Lekker donker. Echt ziek tas. Gaan we hier staan en dan een beetje donker gooien zo. Oh, hij begint dan begrijp met twee fonteintjes. Dus doen we hier. Nou, doe dat eens eventjes, jongen. Steek jij eens maar aan. Oh, ik kom net een auto aan. Ja, gooi hem lekker aan de kant, maat. Hij zet hem ook heel droog correct op, hè. Hoef hem niet weg te gooien, die auto blijft toch wel wachten. We zijn helemaal bang, Mike. Geweldig. Ik ben bang voor die auto's. Kom maar. Perfect, hè. Jij gooit hem ook echt gewoon heel droog, heel mooi weg. Oh. Mensen, het helemaal in paniek, hè. Ga maar door. Ga maar verder. Nou, hij kon wel omlachen, die meneer motorrijder. Oh ja. Aha. Ja, ga je maar door. Hey. Leuk dit. Oh, die doen het goed, hè? Zo. Dit is pas Katrin 1 vuurwerk, jongens. Uit. Dat is wel jammer bij het lontje van de knetterballen. Nou, deze knettert. Het is wel een druk stukje in één kruis niet. Net als allemaal zo rustig. Ja, kom maar door. Nou, we gaan gewoon door. We staan in ieder geval een beetje afgelegen. Jongen. Hoe kan dat? Ik weet het ook niet. Is het goed? De motorrijder keert wel om, maar dan maakt natuurlijk helemaal niks uit. Dit is echt geweldig, jongens. Nou, we gaan even kijken of we verder kunnen stoken. Ik zet deze ook gelijk even aan. Een pilikrekker, een grote. Niet trillen, jongen. Ja, ik kan er niks aan doen. Tril gewoon. Jezus. Aus. Die gooi je kapot, die dingen. Dat is altijd zo jammer bij die knetterballen. Politie! Politie! Geweldig. Misschien jullie geschrokken. Jullie zitten natuurlijk achter de camera, dus jullie zien het verder niet. Ik heb in één keer politie gedrukt. Volgens mij kunnen ze wel waarderen dit. Prachtige luchthuiders. Misschien herkennen jullie deze luchthuiders zelfs ook nog wel. Het zou allemaal zomaar eens kunnen. Ik steek gewoon deze erin. Zo. Hopelijk gaat alles aan. Ja, daar waren ze weer. Goed, man. Succes. En wat is dit? Kretlinten. Krakelinglinten. Oh, daar brandt iets wel ook. Lachen, jongens. En lachen hoor. Oh, nee, de fietser. Ja, dan gooi je hem net kapot. Nee? Nee. Oh ja, inderdaad. Hij doet het nog wel. Oh, mooi.
uiteraard, en die andere niet. Oh, toch wel. Knetter de knetter. Oh, altijd leuk als er mensen aankomen. Ah, twee keer Cascadefontein. Ik denk dat je die hier mooi ziet onder. Ga aan. Ja, het spel ging nog net. Dat was een mooie worp, jongen. Ja, man. Ja, dat heb ik hier. Nog een mooie rookbom van jou tegen, als je er ook zo in wil. Link in de beschrijving. Kijk op deze. Hieronder een beetje rook kunnen zetten, want het is best weer stil. En dan zie je pas hoeveel rook die ging hebben. Ik hoop dat even geen oud zaak komen, maar dat is wel. Echt goede rook wel, man. Het is echt mooi met stil nou, hè? Ja, goed. Dit is perfect. Krijg je heel mooie rook gemaakt. Hier, doe een beetje aan de weerlopen beneden langs. Echt mooie dingen wel. Ja, dat is goed. Leg op de grond deze, dat is mooi. Ja? Leg op de grond. Doet goed. Stinkt dat ze lekker, hè? Ja, dat wel. Ga op de lang door, die jongens. Ja, ze doen het goed. Dat doen nog steeds. Jezus. Er komen helaas wel mensen op de fiets aan, maar ja. En dan een auto. Ja, dat is een goede rookbom. Het wordt denk ik druk hier. Je ziet de mensen niet. Ik zeg wat er gebeurt, hè. Oh. Ik ga wel heel lang door. Ja, goed. Ik ga er even uit. Mooie dingen. Perfect. Nou, stook zes knetterballen nog. Ja. Laten we nog even een beetje knetteren. Maar daarin. Knetballen, jongens. Happy New Year. Echt, een paar jaar van ons weten al genoeg maar met zijn auto moeten doen. Hey. Dit, jongens. Dat is wel eens leuk vuurwerk. Mooi, man. Net een linde. Hoeveel zijn het ongeveer? Ik weet het niet. 10.000. Ja, alle dingen, dat zullen er al 1500. Ja, dat denk ik ook wel zoiets. Nou, dan gooi gewoon één keer het lukt in, omdat het kan. Waarom niet? Zullen we hier doen zo, op de schaduw? Lukt dat denk je daaruit? Ja. Dit wordt denk ik een hele mooie, soepele beweging van Mike. Ja? Gaan ja. We doen? Ja, doe maar. 3, 2, 1. Hoi. Oh, dat is hard! Dat is hard! Dat is echt gewoon hard. Fucking grappig. Zal ik afgaan? Nee, niet altijd afgaan, maar... Wees wel. Knalheten vroeger uit blijven toch echt gewoon goud. Dat was echt leuke tijden met knalheten vroeger altijd. Zo, we gaan nog wel wat overig spul even een heksenkringetje maken hier ook. We gaan het hier even neerleggen. Hier is het mooi wel. Dan gaan we dat eens even zien. We worden gelijk vuur gegooid. Gewoon tegen de tas aan. Hey. Ook, lekker bezig weer, hè? Lekker bezig dit. Mooi hoor. Ja, nou ja, we hebben hier nog een hele mooie afsluiting, jongens. Hele dikke fontein. We bedanken jullie sowieso naar het kijken voor deze video. Een bijzondere kattenkring video. Vonden jullie het nou leuk? Wie weet doen we dit vaker deze tijden. Nou, ik zeg, steek hem maar lekker aan. Hartstikke.
We gaan eens zien wat het gaat doen. Mensen daar kijken ook. Ja, ging wel goed, ja. Oh, lekker. Heel goed, ja. Altijd mooi dat Katrien werkt zo'n hele veel hoeveelheid. Mooi spul. Jongens, bedankt voor het kijken en laters.